Hey yo, what's up mensen? Nieuw en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op de Mad Pack. In de vorige episode gingen we natuurlijk richting het kasteel toe. Was niet echt een enorm succes. Tenminste, wat betreft het vechten niet. Qua loot natuurlijk wel. We hadden een dikke buit opgehaald, daar zo uit het kasteel. En ik dacht van, laat ik meteen wat gaan minen tussen de vorige episode en deze episode in. Want ik had echt ontzettend weinig iron, ontzettend weinig redstone, allemaal door industrial craft. Dus ik dacht van, laat ik eventjes snel gewoon wat gaan minen tussen de episode door. Dan ben ik daar ook weer vanaf. Ook heb ik even de comments bekeken voor de tweede verdieping van mijn huis. En eigenlijk was het vrij duidelijk dat donkerblauw wel echt gewoon de winnaar was. Van, uh, ja, eigenlijk van de verkiezing van de tweede verdieping. Ik kan alleen deze en jullie assessus nog niet maken. Dan moet ik even op gaan uh, komen deze episode of in de volgende episode of zo. Maar in ieder geval, ik heb dus echt ontzettend veel gemind. Ik hoop dat het smelt al bijna klaar is. Tenminste, het is denk ik zo een wel klaar. Er komt nog wat tim bij, zo zie ik hier zo. Maakt verder ook niet uit. En dan gaan we natuurlijk gewoon weer beginnen met de lucky block van vandaag. Ik ben weer echt ontzettend benieuwd. Toch altijd wel een van de leukere dingen van de episode, vind ik zo. Want ik ben altijd zo benieuwd wat ik ervan ga krijgen. En ik hoop echt gewoon nog steeds dat ik een keertje iets heel goeds van ga krijgen. In plaats van allemaal van die, van die bosses en zo, waar ik helemaal niks aan heb. Ik werd trouwens ook van de week gewaarschuwd in de comments dat er een Wither uit kan komen. Dat zie ik ook nog wel gebeuren bij mij. Maar goed, daar gaan we. Let's go. En wat zit erin? Echt ontiegelijk veel droppers. Nou, daar kunnen we alleen maar meer lucky blocks van gaan maken. We missen alleen nog eventjes gold inkens. Nou, ja, weer niet heel veel bijzonders dus helaas. Maar goed, dan gaan we gewoon beginnen met het project van vandaag. Ik had in de vorige episode natuurlijk al die machines in elkaar gezet van Industrial Craft: de Geothermal Generator en misschien nog wel belangrijker de Induction Furnace. Ik zei toen al, om deze induction furnace een beetje goed in de praat te gaan krijgen. Of eigenlijk op zijn maximale capaciteit te gaan krijgen. Heb ik minstens 6 AC van deze geothermal generators nodig. Dat wil ik nog niet gaan doen. Ik wil allereerst gaan beginnen met 4 geothermal generators. Dus ik ga allereerst nogmaals 3 van deze geothermal generators in elkaar zetten. Niet heel erg lastig. Zeker dat ik nu genoeg iron en tin en zo heb. Ik ga het eventjes doen. Kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Be the back! Ik ben druk bezig met het craften van items, maar inmiddels is de force hammer weer kapot en ik wil jullie graag een nieuwe tool gaan introduceren. Namelijk een verbeterde versie van de force hammer, die maak je namelijk door middel van dartcraft ingots. Ik moet alleen nog eventjes van deze force sticks hebben, die heb ik ook al binnen. Is natuurlijk gewoon te maken door middel van het force hout, die bomen die buiten staan, gewoon daarbuiten. jullie kennen ze wel. En dan kun je gewoon door middel van deze force sticks, combineren met deze force ingots, geeft ons zo'n force hammer. En deze force hammer heeft gewoon het dubbel aantal uses van een normale hammer. De normale iron force hammer, die zal maximaal 80 keer gebruikt kunnen worden. Deze force hammer kan maar liefst 160 keer gebruikt worden. Is gewoon wat makkelijker in gebruik. Zeker als je zulke grote getalen moet gaan craften zoals ik nu moet. Bijvoorbeeld dit, uh, nou kijk, bijvoorbeeld deze. Ik heb totaal ook al heel veel tin item casings nodig. Ik heb zometeen nog iron item casings nodig. Noem het allemaal op. Dan is het gewoon heel erg makkelijk als je maar één hammer hoeft te gebruiken. Ik ga even door met craften, kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Oké, okay, als het goed is, heb ik nu genoeg items verzameld. Om vier van deze geothermal generators erbij te gaan maken. We gaan het, denk ik, snel genoeg zien. Ik heb trouwens eventjes al het craften geskipt. Want dat hebben jullie eigenlijk in de vorige episode ook al heel veel gezien. Alle crafting mechanics gewoon van Industrial Craft. In ieder geval, we gaan kijken of het allemaal gaat lukken. Allereerst gaan we deze generators in elkaar zetten. Even kijken, gaan we er vier van maken. Die zijn dan binnen. En dan gaan we gewoon voor de rest alles combineren met elkaar. En dat geeft ons vier van deze geothermal generators erbij. Dat komt op een totaal van vijf van deze geothermal generators. Oké, okay, deze ga ik achter het huis plaatsen. Ik heb al een beetje rondgekeken waar ik zeg maar de setup wil gaan maken. Dat wordt namelijk gewoon hier achter het huis. Ik heb hier eventjes vier geothermal generators neergezet. Met natuurlijk ook het bijbehorende plateauotje. Ik kan het hier namelijk echt heel erg makkelijk wegwerken. Of eigenlijk hoef ik het niet eens weg te werken, want het is niet eens zichtbaar. En voor de rest kan ik er ook heel erg makkelijk bij. Ik ga gewoon onder de muur heen en dan kan ik hier meteen bij. Ik heb hieronder dus vier geothermal generators neergezet. Nog geen vijfde, want die wil ik misschien gaan gebruiken voor de andere machines. Bijvoorbeeld de metalformer en de compressor. Zorg er echter wel voor dat je niet deze gezamenlijke stroomhoeveelheid. Dus de vier geothermal generators keer 20 uur per tik, dus, dus 80 uur per tik, Gaat het alsjeblieft niet door de compressor of door een metalformer heen jagen. Want je ziet bovenin al staan deze kan maximaal 32 iu per tik aan. Ga je meer dan 32 iu per tik er doorheen jagen, dan krijg je explosies, heb je happy new year en heb je alles gewoon voor niks gedaan. Is niet nodig, moet je ook vooral niet doen. We gaan al deze energie, die 80 iu per tik gewoon allemaal naar deze induction furnace toe leiden. Gaan we heel erg makkelijk doen. Ik denk dat ik het gewoon eventjes ernaast ga doen of zal ik het daar doen? Hmm, wat zal ik doen? Ik denk dat ik hem hier in de hoek neer ga zetten. Dan hoeven we voor de rest helemaal niet hier met stroom aan de gang te gaan. Dan gaan we het gewoon vanaf hier naartoe leiden. Natuurlijk moeten we met deze geothermal generators allereerst stroom op gaan wekken maar dat is heel erg simpel we moeten er namelijk alleen wat lava in gaan werken maar lava hebben we natuurlijk genoeg dat maken we natuurlijk gewoon door middel van een ender tank ik heb ook eventjes weer wat Blaze wat verzameld voor deze episode dus ga ik er ook even weer bijpakken en dan moet het helemaal goed gaan komen en dan is de ender tank dus weer binnen en deze ender tank gaan we gewoon tussen alle geotermol generators inzetten even kijken we gaan een mooi plekje ervoor uitzoeken even kijken ik denk ik gewoon hier het midden neer gaan zetten dan moeten we nu alleen nog eventjes voor gaan zorgen dat hier een buis komt en dat hier een buis komt en die buis komt er in de vorm van een fluiduct. Product, die maken we als volgt. Je hebt namelijk twee versies: de OPEC-versie en de normale versie. De normale versie is natuurlijk stukjes beter, maar de OPEC is heel erg makkelijk te maken. Ik ga denk ik gewoon voor de moeilijke versie, want uh, ja, daar moet je alleen even wat Hard Glass voor maken. En Hard Glass moet je via de machine gaan maken. Dat gaan we gewoon eventjes doen. Ik heb op Pulverized Obsidian als het goed is ergens liggen. Even kijken hier op Pulverized Obsidian. Geen idee meer waarom ik dat nodig ga doen, maar ik heb het in ieder geval gemaakt toen. Even kijken, ik heb ook nog wat LED nodig, maar dat hebben we ook allemaal binnen. En dan gaan we nu gewoon eventjes wat Hard Glass in elkaar zetten. En dan gaat het gewoon helemaal goed komen, denk ik zo. Even kijken, dit eruit. En dan gaan we dit erin gooien. En dit erin gooien. En dan zal er vervolgens hard glas geproduceerd gaan worden. En dit combineren met een kopperinket. En dan zijn we eigenlijk al gewoon helemaal ready to go. Oké, okay, kopperinkets erbij pakken. En there we go. 12 Floridux ready to go. Oké, okay, deze Floridux gaan we natuurlijk gewoon bij de Geothermal generators neerzetten. En wordt het inmiddels nacht volgens mij wel. Dus ik moet even op gaan schieten. Dus even kijken. Gaan we het gewoon hier neerzetten. Hier eentje en hier eentje. Maar ja, er komt natuurlijk nog geen lava in. Dat komt omdat we deze tank nog op output moeten gaan zetten. Maar met één klikje, kabam, zal elke geothermal generator gewoon opgevuld gaan worden met lava. Oké, okay, ik ben inmiddels weer wakker. En deze vier geothermal generators staan al lekker te knallen. Ze zijn namelijk gewoon volledig gevuld met lava en zijn ook gewoon flink hoeveelheid EU aan het produceren. Maar ja, we zijn net al, elke geothermal generator levert 20 EU per tick. keer 4 is 80 EU per tick. In de vorige episode hadden we al kennis gemaakt met de zogeheten koppenkabels. En deze koppenkabels, had ik toen al laten zien, konden maximaal per koppenkabel gewoon 128 EU per er doorheen ontvangen. Nou, dat gaat dus gewoon makkelijk werken met deze kabels, want we leveren dus 4x20 is 80 EU per tick. Kan makkelijk. Ik heb ook al even wat rubber verzameld. En dan gaan we nu even wat kopperinkets fijn rammen. Vervolgens gaan we dit combineren met de cutter. En dat geeft ons van uninstallered copper cables. En deze gaan we natuurlijk weer combineren met de rubbertjes. En dat geeft ons van deze dingen. Die gaan we zo meteen gebruiken. Of eigenlijk gaan we ze gewoon allemaal meteen opzetten. Dat maakt ook uit. En dan gaan we deze zo meteen aansluiten op de Geothermal Generators. Maar voor we dat gaan doen, ga ik allereerst weer even een electronic circuit in elkaar zetten. Waarom? Dan kom ik allemaal zo meteen op. Dat hebben we namelijk nodig voor zo meteen. Niet per se, maar het is wel zo handig. Oké, okay. wat redstone en ook weer zo'n forceplate. Oké, okay. gaat hem goed Komen en denk ik zo. even kijken, heb ik het hier nog liggen. Daar liggen. Ik denk hier. Even kijken. Force 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 hier heb ik force liggen. En dan moeten we alleen nog eventjes wat redstone hebben. En dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Redstone heb ik al bij me. Oké. Okay. Gaat goed komen, denk ik zo. Dan gaan we dit de fijn rammen. En dan gaan we nu twee van deze electronic circuits in elkaar zetten. Uh, zo. En die is dan binnen. We maken er gewoon gelijk vier. Wat maakt het ook uit? En dan ga ik gewoon de laatste insulated copper cables nog eventjes combineren en dat geeft ons nu 10 van deze copper cables. Oké, okay. deze copper cables ga ik nu toepassen op de geothermal generators die natuurlijk hier nog op ons staan te wachten. En ik kan het niet vaak genoeg bedaandrukken. Kijk echt uit met deze power dat het niet per ongeluk in de compressor of in de metalformer gaat, want dat is gewoon boel. Ga desnoods gewoon koppels de acht zetten dat je het niet per ongeluk aan kan sluiten en doe het dan gewoon op deze manier. Ik ga het ook doen, ik vertrouw mezelf niet. Uh, zo. En gaan we het gewoon hier aansluiten. En dan gaan we gewoon de koppelkabels hier naartoe leiden zometeen. Oké, okay. maar allereerst gaan we dus naar de Geothermal Generators toe. Je kunt die koppelkabels gewoon aanplakken. Dus gewoon zo. 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 En dan gewoon hier naartoe. Mooi, dan staat het gewoon allemaal met elkaar verbonden. En dan kunnen we nu eventjes gaan kijken hoeveel EU er bijvoorbeeld hier in dit punt zit. Dat gaan we namelijk meten door middel van een EU-reader. Daarvoor heb ik namelijk nog meer van deze electronic circuits in elkaar gezet. Die heb je namelijk nodig voor de EU-reader. Kijk, hier is die EU-reader natuurlijk van Industrial Craft. Die maak je met, oh shit, met vier koppenkabels, met electronic circuit en met een glowstone. -tje. Oké, okay, ik heb eventjes wat research gedaan. En wat blijkt nou? De reader doet het gewoon helemaal niet. Bij helemaal niemand niet. Op heel veel modpacks is het een probleem. Waarschijnlijk gewoon een bug dus in Industrial Craft 2. We kunnen hem nu dus niet gaan gebruiken. Kijk, maar je kan normaal gesproken kan je rechtermuiskop doen op een kabel. Dan nog een keertje doen. En dan zal hij de meting geven. Maar ja, het werkt niet. Niet op machines, niet op kabels helemaal nergens op. Hij is dus helaas kapot. Wellicht dat er later in het seizoen nog wel gebruik van kunnen gaan maken. Maar voor nu, hij is dus kapot. We kunnen er helemaal niks mee. Jammer me helaas, maar voor nu maakt het ook niet heel erg veel uit. Het is vooral belangrijk als je twijfelt over de energie door de kabels heen loopt, of die wel door bepaalde machines heen kan jagen. Maar ja, ik zei al, ik weet vrij zeker, tenminste 100% zeker weet ik, dat je al deze energie niet door deze twee machines moet leiden. Anders is het gewoon niet heel erg goed. Oké, okay, maar in ieder geval, we gaan er dus voor zorgen dat de kabels gewoon elkaar aan gaan raken. Ik heb er denk ik nog eentje extra nodig, maar dat gaan we zo meteen wel snel genoeg zien. Ja, ik heb er nog eentje nodig. Oké, okay. in ieder geval, nu ga ik eventjes maken, kom ik zo meteen weer bij die terug. Oké, okay, als het goed is kan ik nu eindelijk mijn beeld afmaken. Eindelijk het hele systeem afronden. En daar ben ik er wel blij mee jongens, want het heeft best wel wat moeite gekost. Maar ja, uiteindelijk heb je ook resultaat. Het resultaat ga ik zo meteen jullie laten zien. Laten we allereerst gewoon de energie gaan verbinden. En kijken of deze induction furnace nu gewoon power gaat krijgen. We gaan het snel genoeg meemaken, denk ik zo. We gaan hier de laatste kabel plaatsen. En als het goed is heeft hij nu gewoon volle energie. In totaal, dus 80 uur per tek, We gaan het zien. Hij gaat in ieder geval hier gewoon zijn energie opvullen. En zie je hier ook gewoon gelijk heat staan. Maar ja, je ziet ook gelijk dat het procent nog niet echt heel erg aan het verbeteren is. Dat komt namelijk omdat je deze allereerst moet gaan voorzien van een redstone signaal. Dus gewoon van een lever of iets. Kan heel erg simpel. Ik doe het wel even zo anders. Ik ben een beetje lui. Uh, zo, en mijn lever. En die gaan we er gewoon bovenop gooien. En dan moet alles gewoon gaan werken. Ik zal nog één laatste check doen. Hier zo. De heat staat nog steeds 0%. We doen er een lever op. Halen hem om. En vanaf nu zal die wel gewoon heat gaan produceren binnen enkele seconden. Die gaat hier gaat hij al, 1% en zo gaat hij eigenlijk door tot 100%. Ik raad je aan om te wachten tot die 100% is, voor je er ook echt gebruik van gaat maken. Ik ga dus eventjes wachten tot die 100% is, kom ik zo meteen bij die terug. En dan gaan we kijken wat deze induction furnace voor onze petto heeft. Be back. En we gaan zo meteen dus het furnace testen, maar allereerst ben ik hier wat zand aan het verzamelen. En moet je kijken, nog eventjes terugkomend op de flux and fuse shuffle, hoe snel je gewoon op deze mis zand kan verzamelen. Het is echt gewoon sick, holy shit! Moet je kijken hoe hard. Oké okay, in ieder geval, we keren nu terug naar de basis toe en dan gaan we kijken wat de induction furnace voor ons kan gaan betekenen. En de induction furnace is inmiddels aangekomen op heat 100% en dat zal betekenen dat we gebruik van kunnen gaan maken. Ik had net al wat zand verzameld, we gaan het erin gooien en kijken wat er gebeurt. En jong, het is eigenlijk gewoon een soort van turbo furnace die echt gewoon ziekelijk snel gaat. Moet je kijken hoe snel het glas erbij komt. En gewoon per seconde krijg je twee glassen bij. Gewoon binnen een minuut heb je eigenlijk gewoon twee stacks met een glas binnen. Dat is natuurlijk ontzettend nice. Maar voor de rest kan hij eigenlijk niet heel ontzettend veel zo. Ik kan geen oors verdonen en dat soort dingen. Hij is gewoon puur voor het gebruik van dingen smelten. Gewoon heel erg snel smelten. Je kan het voor kobbelstone gebruiken. Je kan het voor zand gebruiken. En noem het allemaal maar gewoon op. Ontzettend handig, zo'n snelle turbo ding. En let er trouwens wel op. Zet niet mogelijk de lever uit. Want dan zal de heat weer gaan dalen. Tot aan na, uiteindelijk 0%. Kijk maar, de heat gaat er dan ontzettend snel vanaf. Moeten we natuurlijk niet hebben, dus we gaan hem snel weer omdraaien. En dan zal de heat gewoon erbij gaan komen en op 100% blijven staan. Natuurlijk wel ten koste van wat energie, maar wat maakt het uit? Glas gaat echt gewoon op turbo snelheid nu binnen. Oké, okay, genoeg glas. Nice! En dat lijkt me alweer genoeg in Craft voor vandaag. Laat ik me snel gaan focussen op iets heel anders. Echt al ontzettend lang staan namelijk deze search Squash op me te wachten tot ze eindelijk een keertje gebruikt mogen gaan worden. Vandaag is het eindelijk zover. Ik ga namelijk een MI-systeem opzetten van Applied Energistics. Maar ik ga dit seizoen ietsjes anders aanpakken dan ik het normaal gesproken deed. Normaal gesproken deed ik het altijd met Thermal Expansion energy, Maar dat ga ik dit keer niet doen. Ik ga het namelijk aanpakken door middel van extra utilities en dan wel de solar generator van Energetic Utilities en die is als volgt te maken best wel een duurzaam receptje namelijk uh, block of diamond, twee redstone, drie nether quartz, twee lapis en ook en een furnace. nou, allemaal niet heel erg lastig op de diamond block na natuurlijk, maar dat was ik even vergeten te zeggen. jullie waren misschien wel afgevraagd waar al die levels nou eigenlijk waren gebleven van al dat mining voor deze episode. nou, ik had weer een pickaxe en en guess what? ik had weer fucking lucky, fortune 3, unbreaking 3 en efficiency 4. echt ontzettende beast pickaxe en met deze beast pickaxe ga ik natuurlijk weer eventjes wat diamonds verzamelen. Op de ouderwetse manier. Namelijk gewoon een teleport naar die huisjes toe. En op die manier kan ik gewoon heel erg makkelijk aan diamonds komen. Ik wil in totaal wil ik drie van die solid generators gaan maken. Dat komt dus neer op drie keer negen is 27 diamonds. Ik denk dat ik er nog een stuk of 10 heb. Dus ik ga eventjes nog uh, ja, wat diamonds verzamelen. Nog wel een stuk of 20 of zo. En dan kom ik daarna bij jullie terug. Be het begint hier inmiddels nacht te worden en ik heb echt ontiegelijk veel diamonds verzameld. Echt niet normaal. Moet je kijken, ik heb er gewoon 26 op dit moment. We gaan snel terug naar huis en dan gaan we echt heel snel wat van die solar generators in elkaar zetten. Want die dingen gaan echt ontzettend goed helpen bij het project van vandaag. Oftewel het MI system. We gaan naar binnen toe. En dan gaan we gewoon allereerst even wat van die generators in elkaar zetten. Alhoewel ik denk dat ik eerst ook nog even wat van die nether quartz nodig heb. Want volgens mij heb ik die ook niet meer. Ik ga gewoon even naar de nether toe snel. Even kijken heb ik alles bij me. Ik hoop het wel en anders zien we het wel. Echt ik Dus ik nu ook gewoon echt serieus 26 diamonds. Maar gelukkig, vlak naast de portal, schiet de nederkwarts ons al te hulp. We gaan het verzamelen. Gewoon, kabam en kabam. Hoeveel hebben we er nu? We hebben er nu twee. Dat is nog niet genoeg. Even kijken. Ik moet eventjes verder gaan zoeken. Ah, het moet niet al te moeilijk zijn, denk ik. Misschien heb ik hier ook nog wel wat te liggen zelfs. Even kijken. Hoe gaat het hier? Ja, hieronder ligt trouwens nederkwarts. Oh, Quint, soms haat ik mezelf. Echt serieus. Even kijken, de Salt pieter -Ore, daar heb ik ook niks aan. Daar zit wel nette kwarts, daar sowieso. Oké, okay. ik ga even naar boven toe. Kom op, jongens. Heb ik het ding bij me? Ik heb het ding bij me. Mooi. Komt hier weer van pas. Let's go, Geronimo. Oeh, nice. Oké, okay. en dan ga ik dit gewoon verzamelen. Is de weg hier vrij? De weg is hier vrij. Dat is mooi. En dan gaan we hier gewoon een nette vandaan halen. Oké, okay. ik keer terug een Overworld. En dan kom ik daarna weer bij jullie terug. En wat de fuck doet die Animan in mijn huis? Eneman, ga eens weg. Ga eens weg. Weg, 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 Ah, oh, waar is dat ding nou weer gebleven? Maakt verder ook niet uit. We gaan even solid generators in elkaar zetten. Oké. Okay. Maken we al eerst gewoon even wat van die furnaces? Gewoon van Vanilla Minecraft. Even kijken. Gaat dat lukken? Dat gaat lukken. Dank u wel. Oké. Okay. En dan gaan we dus eventjes ook wat van die diamond blocks in elkaar zetten. Die maken we ook gewoon eventjes allemaal. Kijken. Ik heb er twee. Is dat genoeg? Ik ga gewoon nog een diamond erbij pakken. Dan maken we wel drie van die generators. Uh, zo. Die zijn ook binnen. En dan maken we drie van die diamond blocks. En dan gaan we als het goed is nu van die solid generators in elkaar zetten. En ik hoor weer wat in effect vliegen. No thank you. Oké. Okay. Dan gaan we ze in elkaar zetten. En er zijn drie van deze solid generators binnen. Eigenlijk spreek ik denk ik wel vrijwel voor zich: solar, oftewel zonne-energie. We gaan deze solar generators gaan we hier boven op het dak neerzetten. Ik had al een klein beetje uitgedacht. Waar kan ik die solar generators nou een beetje neerzetten. En ik dacht van ik kan ze wel daar achter de muur neer gaan zetten. Maar daar ziet het er nog iets wat mooi uit. Maar ja, boven mijn dak hiervoor zien het toch alleen maar lelijk uit met al die buizen en zo. Dus ik denk gewoon dat ik gewoon uh, ja, hier de solar generators neer ga zetten. Doen we gewoon als volgt. 1, In... 2 en 3. Kan gewoon naast elkaar, maakt echt totaal niet uit. En vervolgens zie je al meteen dat ze allemaal opgevullen met RF. Oké, okay. je kan hier precies zien wat het power level is. 40 is namelijk het maximale. En nou uh, ja, zodra de zon ondergaat, zal het elke keer minder gaan worden. En ik zie daar een meteor vliegen volgens mij. Is dat een meteor? Ook toevallig. Holy shit. Oké, okay. volgens mij was dat een meteor. Maakt verder ook niet uit, elke solid generator zal gewoon een power level 40 zitten op dit moment. Totdat het donker wordt, dan gaat de power level dalen. En elke solid generator zal vanaf nu gewoon RF gaan produceren. Oké, okay, mooi. Nu kunnen wij nu alvast het MI-systeem op gaan zetten. Gaan gewoon in de tussentijd gaan deze dingen opladen en hebben straks gewoon een volle batterij als het goed is. Laten we gewoon de mod zelf erbij gaan pakken, Applied Energetics Go. En eigenlijk begin je bij deze mod heel erg simpel, namelijk met het maken van een emi controller Andere keuze heb je niet, want je moet per se een emi controller hebben om je systeem te laten werken. Heb je geen controller, dan zal de rest van het systeem ook niet werken, heb je er dus helemaal niks aan. En zo'n controller is als volgt te maken, namelijk met wat iron, flux crystals en de zogeheten processors. Deze processors ga je nog vaak tegenkomen in Applied Energetics. Je hebt ze namelijk zowel in diamond-vorm als in gold-vorm. Maar voor nu gaan we dus de diamond-vorm maken. Het het blijft hetzelfde, behalve het middelste blokje, dat maak je dan van of diamond of gold. Oké, okay. hier hebben wel allereerst een quartz cutting knife voor nodig en die is als volgt te maken. Twee sticks, wat surface quartz of wat nette quartz en een iron ink. Oké, okay. gaat hem goed komen, Pak we hier gewoon even wat quartz vandaan. Die zijn dan binnen, iron heb ik bij me, dan moet het helemaal goed te komen denk ik zo. Oké, okay. even kijken, sticks hier zo, die zijn dan hier. Kabam, kabam en afmaken met een iron ingot. En dat geeft ons een quartz cutting knife. Denk trouwens niet dat je bij elke processor een nieuwe quartz cutting knife moet gaan maken. Die zal gewoon best wel lang meegaan. Gaan jullie allemaal gewoon zo meteen zien. Kijk, is nou weg? Ja, het is weg. Oké, okay, mooi. Dan gaan we dus beginnen met het maken van zo'n Emmy Advanced Processor. Die maken we dus als volgt. Namelijk met wat redstone, silicon, diamond en dan zo'n quartz cutting knife. Oké, okay. en zo'n silicon is heel erg simpel te maken. Namelijk gewoon door middel van quartz dust. Dus gewoon quartz dust of nette quartz dust. Quartz dust is gewoon een bijproduct van het quartz blokje wat je gewoon hakt. Oké, okay, en dan gaan we dit gewoon ergens in gooien. Nou, dan weet je waarom we hem in gaan gooien. Laten we hem net van pas laten komen. De induction furnace. Zo. En binnen no time heb je gewoon heel veel silicon binnen. En dit silicon gaan we gewoon eruit pakken. En hiermee kunnen we dus de processors gaan maken. En dan gaan we dus beginnen met het maken van die processors. In het midden een diamond. Bovenaan de quartz cutting knife. Onderaan silicon. En afmaken met wat redstone. En dat geeft ons dus inderdaad van deze processors. Oké, okay. we gaan er gewoon gelijk drie maken. Maakt verder ook niet uit. En ook deze kunnen gewoon weer gesmolten worden. Je kan ze ook omzetten met je mediumstone en wat kool, Maar ja, nu we dit dingetje hebben, ga ik alleen nog maar gebruik maken van dit dingetje. Want dit gaat zo ontzettend snel. Moet je kijken. Die hebben we nu binnen. De rest van de items ga ik ook even verzamelen. Allemaal niet heel erg lastig. En dan kom ik straks weer bij jullie terug. Be back! En dan zetten we nu dus de fluix crystals in elkaar. 1, 2, 3 en 4. En dan kunnen we ons allereerste element van ons MI-systeem in elkaar zetten. En wel het belangrijkste onderdeel, namelijk de MI-controller. Die is binnen. Oké. Okay. Dat is gewoon eigenlijk de hoofd, gewoon echt de basis ervan. Nu kunnen we gewoon gaan uitbreiden ons systeem. En dit gaan we doen door middel van een drive. Deze drive gaat namelijk ervoor zorgen dat we zo een opslagplek hebben in ons systeem. En die drive is als volgt te maken. Namelijk met MI-basic processors. Dus andere varianten van. Maar ik heb op dezelfde manier eigenlijk gewoon. Behalve dat de diamond nu gewoon een gold inget is. Oké, okay, even kijken. Heb ik al gold bij me? Nee, dat heb ik nog niet. Oké, okay, gaan we het even snel pakken dan. Gold ingots. En dan kunnen we ook gewoon van die processen in elkaar zetten als het goed is. Even kijken, gaat het goed komen? Ik denk daar is wel. Even kijken, wat hebben we niet meer? Ik heb een cutting knife. Ik heb silicon als het goed is. Dat heb ik hier ook. Ik heb gold en ik heb dan ook gewoon aan de zijkant. Even kijken, heb ik Redstone en dan moet gewoon allemaal goed gekomen. En ik zo, inderdaad, zou zijn binnen. En dan hebben we gewoon 10 van deze basic processors. En ook die kunnen natuurlijk gewoon weer in de inductie-smelter. En echt, jongens, nu zie je gewoon waarom ik dit dingetje heb gemaakt. Waarom deze induction furnace nou gewoon zo handig is. Want hij smelt echt gewoon als een beest En dan is ook gewoon dit onderdeel binnen: de ME Drive. Oké, okay. nu moeten we alleen nog eventjes een opslagplek hebben om in deze MI Drive te gaan stoppen. En die komt in de vorm van een storage. En die storages heb je eigenlijk in verschillende soorten en maten. Je hebt namelijk gewoon een MI 16K, je hebt hem van 1K, je hebt hem van 64K. En eigenlijk hoe hoger je gaat, hoe meer items je kwijt kan en hoe verschillende soorten types je kwijt kan. Maar eigenlijk is het heel erg simpel om gewoon te gaan beginnen met een MI ME 1K storage. Dit is namelijk goed voor 1024 items in je systeem en 63 verschillende soorten items in je systeem. En uh, ja, daar ga ik vandaag toen niet aan komen. Oké, okay, maak wat als volgt met wat Search squads en gewoon deze, die is dan binnen. Mooi, dat is dan uithalen. Zo, en dan gaan we die gewoon in elkaar zetten, denk ik zo. Even kijken, kan het al? Ik denk dat het wel. Inderdaad, hij is gewoon binnen. De ME1K Storage. Oké, okay. dan is die ook binnen. Dat is al het volgende onderdeel. Nu moeten we alleen nog eventjes een onderdeel hebben waarop we kunnen gaan craften en waarop we de items kwijt kunnen. Dat je ook echt op een schermje kan zien welke items je tot je beschikking hebt en wat je ermee gaat gaan craften en al dat soort dingen. Die komt in de vorm van een crafting terminal. En dan heb ik wel alle onderdelen binnen en dan kunnen we nu beginnen met het maken van een ME Access Terminal. Die is dan binnen en die gaan we meteen upgraden naar de volgende. Ik moet er nog zo eentje hebben. No probleem Die is dan binnen en dan kunnen we hem als goed zo in elkaar zetten. Even kijken, we hebben geen crafting table natuurlijk. Even wachten. Even snel een crafting table in elkaar zetten. En dan moet het gewoon helemaal goed komen, neem ik aan. There we go. De ME Crafting Terminal is binnen. Oké, okay. alle elementen van het systeem zijn binnen. Nu gaan we hem nog aansluiten. Dat doen we heel erg simpel. We moeten namelijk gewoon voor gaan zorgen dat die kabels zo meteen hier naar beneden toe gaan komen. De kabels vanaf de solar generators naar mijn systeem toe. Ik moet hier allereerst even wat ruimte vrij gaan maken voor mijn systeem Ga ik als volgt doen, ik ga namelijk gewoon mijn force wrench erbij pakken Waar ik die ook gelaten mag hebben Even kijken, heb ik die godsnaam gelaten Oké, okay, ik heb hem al gevonden, mooi Dan gaan we die gewoon erbij pakken En dan gaan we vervolgens elke chest die hier staat, gaan we eventjes verplaatsen Even kijken, heb ik genoeg inventory? Ik denk het haast wel We gaan gewoon weghalen hier zo En die gaan we gewoon eventjes tijdelijk dan, nou laten we zeggen hier even het gangpad neerzetten Oké, okay, ik heb de ruimte hier een klein beetje vrijgemaakt en dan kunnen we nu gaan beginnen met het neerzetten van de ME-machines. We gaan gewoon beginnen met het neerzetten van de ME-drive, oftewel de opslag ervan. In deze opslag gaan we natuurlijk ook een soort van opslagcelletje plaatsen in de vorm van een ME1K-storage. Oké, okay, die zit erin. Dan heeft hij vanaf nu opslag. Dat kun je ook gewoon hier zien aan de texture. Dan gaan we nu over naar de crafting terminal. Waarmee we dus alle items kunnen zien en kunnen gaan craften en zo. Dat gaan we hier plaatsen. En als laatste gaan we de controller dan gewoon op de grond plaatsen. Dat is het belangrijkste item dus. Even kijken, gaan we gewoon hier aan plaatsen. En deze ME-controller moet allereerst van power worden voorzien. En als deze power heeft, zal die direct doorgegeven aan de rest van het systeem. Het is dus gewoon essentieel dat je de power gewoon aan deze ME-controller gaat koppelen. Maar laten we net hierboven wat solar generators hebben staan. Dus we gaan eventjes wat, eh, ja, wat kabels maken. Even kijken, dan moet ik even kijken of ik het nog heb in ieder geval. Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. In ieder geval, ik ga dus even wat van die energy maken. Zo'n solar generator, die gaat ook weer 80 RF per tik outputen. Keer 3 is dus maximaal 240 RF per tik die gaat outputen. Perfect dus om een hardened energy te gaan gebruiken. Ik ga dus even maken, kom ik zo meteen weer bij jullie terug. En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb inmiddels al aardig wat lets Energy Conducts in elkaar gezet. En ook al enkele Hardened Energy Conducts. Ik ga nog even wat erbij pakken. En dan moet het denk ik gewoon helemaal goed gaan komen. We pakken onze minimumstone erbij. Let's go. En dan gaan we kijken of het allemaal gaat lukken. There we go. Ze zijn binnen. 18 Hardened Energy Conducts. Die moeten we dus gewoon vanaf boven hier naartoe geleiden. Naar de Emmy Controller. Even kijken hoor. Dan ga ik even helemaal naar boven toe. En dan gaan we gewoon even op het dak springen. vanaf daar kunnen we denk ik wel te werk gaan. Even kijken. Volgens mij weer een beetje zo. Nice. Oké, okay. even kijken hoor. We gaan er doorheen. En dan gaan we gewoon alles met elkaar verbinden. Dat kan makkelijk. En dan gaan we het gewoon even kijken hoe gaan we dat dan doen. Even goed bedenken. Hoor. Ik denk dat ik het gewoon even hier achter ga leiden. Dus gewoon op deze manier. 1, 2, 3. Dan gaat er dus vanaf nu gewoon 240 RF per techie doorheen. En dan gaan we het gewoon naar de MI controller leiden. En dan gaan we dus gewoon hier naartoe leiden. En als we deze energie content hier plaatsen, dan zul je ook gewoon gelijk zien, hij zal niet gaan connecten aan de Mi Drive, maar wel gewoon aan de Mi Controller. En die zal zo meteen op gaan vullen met power. Maar je zal ook gelijk zien dat het nog niet gaat gebeuren. Dat is namelijk om de volgende reden. Daarvoor ga ik weer even op het dak klimmen. Dat heeft namelijk de volgende reden. De solar generators zijn er zo op ingesteld dat ze of outputten of energie kunnen gaan verzamelen. Dus je kan niet tegelijkertijd energie inputten en outputten. Dat gaat gewoon niet. Je moet per se gaan switchen tussen deze modus. Kijk maar. Je moet een redstone geven wil je de energie eruit kunnen gaan krijgen. Als je de energie eruit gaat transporteren zal die niet opgevullen met zonne-energie. Dus je moet echt nu een beetje de keuze gaan maken wil ik opvullen of wil ik gaan outputten. Nou... Maak op zich niet heel erg voor uit. We gaan er even een mooi systeempje voor vinden. Daarvoor ga ik de zogeheten RedNet kabels in elkaar zetten. En RedNet kabels zijn als volgt te maken: toevoeging van MyFactory Reloaded. Die zijn als volgt te maken met wat plastic sheets. Die kennen we al. En wat Redstone kent iedereen. Hier zo zijn ze. Oké, okay, dan heb ik ze binnen. En dan gaan we weer craften door middel van de mediumstone. En dan gaan we wat van deze RedNet bekabeling in elkaar zetten. We maken ze gewoon allemaal: 24 kabels. En die gaan we dus connecten aan de Solar Generators. En vervolgens gaan we die naar een punt leiden met bijvoorbeeld een lever of iets. Ik heb even snel een level in elkaar gezet en dan kunnen we nu hier de setup afmaken. Oké, okay, de Rednet-bekabeling, Eén kleine tip, ga die niet bovenop de solar-generator plaatsen. Want dan zullen de Rednet-kabels de sol gaan blokkeren en dan loop je eigenlijk gewoon energieverlies op en kijk, weer een meteoriet. Wat de fuck is er allemaal aan de hand vandaag, joh. Maar in ieder geval, dus niet op de bovenkant doen. Doe het bijvoorbeeld gewoon op de onderkant of op de zijkant. Dat kan allemaal. Even kijken hoe wil ik het aan gaan pakken. Ik denk heel erg simpel. Ik denk gewoon dat ik het zo ga doen dat ik vanaf hier gewoon zo. En dan ga ik het hier denk ik ergens naar beneden toe leiden. Ik wil even kijken hoe ik hier precies zit. Ik denk dat ik het even zo aan ga pakken. Dan gaan we het hier gewoon even dichtmaken wat het allemaal kan. Dus dit kan dicht. En dit kan dicht. En hier kan het dicht. En dan gaan we gewoon hier boven op het dak gaan we een zogeheten lever plaatsen. Even kijken. Dan halen we dit gewoon weg. Dat maakt dan verder ook niet meer uit. Oh, die moet niet weg, Quinn. Uh, even terug, alsjeblieft. Dankjewel. Ja. Oké. Okay. En dan gaan we hier gewoon een soort van lever plaatsen. De rest kunnen we gewoon dichtmaken. Dus gewoon hier zo. En als we het systeem aan willen gaan zetten, moeten we gewoon de lever omdraaien. Dan zullen de solar generators nu op output mode gaan staan. Dus zullen ze gaan outputten en geen zonne-energie meer op gaan vangen. En binnen enkele seconden. Zullen je voorzien gaan worden van wat energie? En there we go. De Emmy controller gaat nu opladen met energie. Kijk maar, energy stort. Nou, laten we zeggen, ongeveer maximaal 10.000 Applied energetic Energy. En uh, ja, daar blijft hij een beetje op hangen. En nu kunnen we gewoon wel ons systeem en kunnen we vanaf nu gewoon items in gaan gooien. En deze items worden natuurlijk opgeslagen op deze Emmy 1K Storage. Kijk maar, er staat nu ook al: er zitten namelijk 10 bytes op. Dat is deze 14 iron inkets, Dat is dan 10 bytes in dit geval. En één type van de 63. Dus we kunnen 63 verschillende soorten items in plaatsen. Nou, voor nu ga ik het denk ik gewoon zo doen dat ik hier alle inkets en zo in gooi. Oké, okay, ik heb het ME-systeem nu al aardig opgevuld. We zitten namelijk al op de helft van onze bytes van onze allereerste ME-1K storage. En al ruim over de helft wat betreft het aantal verschillende soorten items. Maar in ieder geval. Op dit moment is het op deze manier gewoon ingedeeld. Ik heb gewoon al mijn oors, al het hout, eigenlijk alle basic materialen waarmee we vaak kunnen gaan craften, heb ik hier in het systeem gegooid. En zijn nu gewoon volledig tot onze beschikking. En willen we er wat van maken, kan heel erg simpel. Gewoon op deze manier. En dan kunnen we gewoon items mee maken en craften en zo. Heel erg simpel systeempje, maar ongelooflijk efficiënt. Oké, okay, maar hiermee zijn we helaas even aan het einde gekomen van deze episode. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. We hebben veel vooruitgang geboekt. Daar ben ik heel erg blij mee. Heb je nou genoten van deze episode? Doe dan zeker weer een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij meer Madpack. Peace jongens!